Hallo mensen, tof dat jullie kijken naar weer een nieuwe aflevering van Minecraft Survivors, aflevering 111. Ik sta bij mijn mooie logo, de mooie vlag. Tik hem aan, tik hem aan. Zeg het toch, tik hem aan, tik hem aan, tik hem aan. In ieder geval, veel plezier met het kijken naar deze video. Doe een blauw duimpje omhoog voor mijn vlag. Doe een blauw duimpje omhoog voor deze video, als je hem leuk vond. Doe ook een dislike als je hem niet leuk vond. Mag ook een like als je hem niet leuk vond hoor. Daar niet van. In ieder geval, ik wil jullie veel plezier wensen met het kijken naar deze video. Dus doe alvast een blauw duimpje omhoog. Heel erg bedankt. Veel plezier met het kijken naar deze video. Peace. Yeah. Hallo mensen. Tof jullie kijken naar weer een nieuwe aflevering van Minecraft Survival. Ja, dat klopt. Oh Rodney, wat heb je dat goed gezegd? Je hebt het gewoon in één keer goed. Oh, applausje voor mij hoor. Yes! Oké, laten we beginnen. Ik wil de nieuwe fans, kijkers, abonnees, hoe je het noemen wil. Ik wil ook heel erg welkom heten op mijn kanaal. En ik weet hun namen niet meer uit mijn hoofd, want ik zie soms gewoon abonnees erbij komen. Maar dan zie ik niet de naam of dan krijg ik geen mailtje van. Meestal krijg ik er wel een mailtje van. Maar in dit geval was het volgens mij niet het geval. In ieder geval, welkom. Bedankt voor het abonneren. Dat wil ik even zeggen. Dan voel je ook meteen welkom als je nieuw bent. Ik ben natuurlijk even blij met mensen die nog steeds die al heel lang kijken. Ik heb net geslapen. Tuurlijk. Laten we vandaag even lekker verder gaan met waar we mee bezig waren. Ik wou eigenlijk verder gaan met het uithakken. Want ik ben zelf ook heel erg benieuwd naar het resultaat. Het is trouwens aflevering 111, wat ik dan nog niet gezegd had. Want nu ben ik het even kwijt. Ander intro dan normaal, dus... Met even kwijt, maar ik heb dus in ieder geval al aflevering 111. Voor de mensen die het weten wouden, als ik het nog niet verteld heb. Maar bij deze heb ik het waarschijnlijk dubbel verteld. Of noemt het drie dubbel. Zal ik het weer vier dubbel doen voor de zekerheid? Zo, wel, het is aflevering 111. Kijk, dan hebben we dat ook weer gedaan. Zo, even kijken. Ik ga gewoon even dit doen, want dat moet toch gebeuren. En nu baal ik er best wel van dat mijn pickaxe zo sloom is. What the fuck? Waarom gaat het zo sloom? Het is niet slow, maar in vergelijking met mijn schep gaat dit vrij slow. Want mijn schep gaat dan keihard. En dit zit er van 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1. De hele tijd maar één blokje. En dan doet het van 10-10-10-10-10. Kijk maar. Brrrm. Kijk eens hoe snel dit gaat. Dat is zo gaaf. Wat is dit? Oh, dat is die vloer. Dat is die vloer, hè? Maar ik wil het in ieder geval, mijn doel op deze aflevering is in ieder geval verder komen met het uithakken van deze, van dit ding. Wat ik wil, als ik een beetje doorwerk en het lukt me, dan is dit natuurlijk alleen maar hakken, maar het moet toch gebeuren. Dan wil ik eigenlijk zien dat ik dit aan het einde van de aflevering helemaal leeg heb. Dat zou ik wel heel leuk vinden. Of dat ook gaat lukken, dat zien jullie natuurlijk aan het einde van de aflevering. En ik ook. Als ik dit alvast weghaal, want dan kom ik namelijk dan straks niet meer. Want ik haal natuurlijk al die shit weg, dus dan kom ik daar straks niet meer. Oh kijk, dan komen er nu al niet meer. Kijk, oké. Ik ga het nog even snel weghalen, want daar kom ik namelijk echt niet meer straks. En nu ik hier toch ben. Zo. Gaan we eentje naar beneden. Boom. Oh, kut, ik sloop het gewoon. What the fuck, Rodney. Oké, hier deze ook. En toen kon ik er niet helemaal bij. Dat is vrij spijtig. Hop. En even kijken. Moet ik dit natuurlijk ook weghalen? Dit is natuurlijk helemaal niet meer nodig. Oh, ik kan die hele achtbaan hier gewoon doorheen laten gaan. Oh, ja, what the fuck, Rodney, kut. Ik zie nu een beetje deze ronding. Het ziet er super vet uit, man. Misschien kan ik hier wel iets van een trappetje maken. Dat hier de achtbaan zou beginnen. Dat die niet meer raar bij die trap begint. Misschien is dat wel helemaal niet handig. Ik weet het eigenlijk nog niet. Ach ja, er zijn ideeën genoeg. Dat idee brengt een oplossing. Dus de oplossing die is dichtbij, denk ik. Ja, oplossing is dichtbij, want ideeën zijn er namelijk ook. En zo zit dat echt. Ja, zo zit dat. En als het niet zo zit, dan zit het vanaf nu zo. Zo. Kijk, zo fix ik dat. Als ik een probleem heb, zoek ik een oplossing. Daar hou ik wel van, ja. Gestructureerd. Kijk, oh, wat ben ik streng, Rodney. Wat ben ik weer lekker streng. Oh, heerlijk. Zo. Nu we dat gedaan hebben... Nee, grapje. Oh, sorry, dat was een oprisping, een boer, een gasloslating. Ik weet niet wat het is, maar de laatste tijd wil ik voor alles meerdere benamingen hebben. Van, welkom terug en leuk dat jullie weer kijken. En al die shit dat ik dan denk van, wat kan je nog meer zeggen? Om allemaal random shit te zeggen. Ik vind het zo grappig. Ik weet niet wat het is. Laat even achter in de acties, hebben jullie dat wel? Is dat je...
Laat ik zeggen dat je een woord hoort. Dat je meteen wil weten wat het is. En als je erop let, dan heeft hij misschien niet heel veel mee te maken. Maar als je dan hoor je een woord. En dan vraag je een beetje stiekem van alsof dat je het niet weet. Maar dan denken mensen van, wat de fuck, dan weet je het. En dan doe je heel voorzichtig van, weet ik wel, maar weet jij het eigenlijk wel. En dan gaat diegene het uitleggen, denk je van, dan ga ik het niet eens uitleggen. En dan ondertussen weet je het niet. En dan hoop je eigenlijk dat iemand anders het vertelt. En dat jij het dan ook weet. En dat je kan je zeggen, ja, zie je er weer. Ja, kijk. Dan heb je het geluisterd en dan weet je het ondertussen ook. En dan hoef je dat niet toe te geven. Maar daar kwam ik niet op neer, dat heb ik wel eens gedaan namelijk. Dat werkt echt geweldig, kan ik je even nageven als je dat een keer wil proberen. Maar, oh my god, what the fuck, Rodney. Echt gewoon, er is één gat waar Rodney in, waar ik in kan vallen en ik val er gewoon in. Dat is geweldig. Wauw. Er is gewoon letterlijk gewoon, er zijn twee blokjes weg waar ik in kan vallen. Van die 100 of 1000 blokjes die ik al heb gehakt, ik heb echt al superveel blokjes gehakt. En er zijn er twee waar ik in kan vallen. En ik val natuurlijk. Ik loop er gewoon recht in. Wauw. Ik denk trouwens. Ik denk dat ik dit heel erg. Of ik kan dit zo laten. Dat ik het echt zo. Dat ik het echt tot aan hierboven heb. Maar ik kan het ook meetellen naar beneden. Ik kan het ook meenemen naar beneden. Dan heb ik het namelijk beneden ook. Wat zou vet zijn. Ik op zich vind ik dit wel een hele mooie plek. Omdat het een beetje een ronding is. Dus. Oh trouwens. Dit ziet er best wel vet uit. Wow. What the fuck. Ik denk eigenlijk dat het wel cool is om dit helemaal uit te hakken. En dan kan ik hier bijvoorbeeld een fontein maken of zoiets. En dan kan ik op die manier kan ik dit nog een beetje uitbreiden ondergronds. Zou dat vet zijn? Ik denk van wel eigenlijk. Laat ik dat gewoon doen, ik ga het gewoon helemaal uithakken. En als het niet bevalt, dan maak ik hier gewoon een klein kamertje. En dan besteden we er gewoon geen aandacht meer aan. Omdat het gewoon een dikke faal is. En voordat ik die fout nog een keer maak. Of deze. Of deze. Of deze. Dan hebben we het nu heel mooi netjes gedaan. Tada! Dat is top, dat willen we hebben. En nu is bijna al die dirt op. En ik laat die dirt gewoon even zitten aan de buitenkant. En ga ik dit ondertussen even uithakken. Maar ik moet niet te ver gaan, want ik weet namelijk niet tot hoe ver ik het van glas gemaakt heb. Dat is een beetje het probleem. Dus ik ga het even tot hier uithakken ongeveer. Dan ga ik het even uithakken om te kijken tot hoe ver ik het gemaakt heb van glas. Want ik weet niet tot hoe diep ik het, of tot hoe ver ik het naar beneden gemaakt heb. Volgens mij vrij ver. Maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen, want straks haal ik alles weg en dan zit er helemaal niks. Dan moet ik zo'n hele ronding mooi gaan maken. En dan verpest ik het natuurlijk weer, want dat past gewoon bij mij. Waarom denken jullie dat ik dit... ik heb hier trouwens opengelaten. Waarom denk je dat ik zo'n ronding neem? Dan ziet het er namelijk nog een beetje mooi uit, want anders valt het namelijk keihard. Als ik het anders maak. Het ziet er helemaal niet uit, man. Dan krijg je gewoon zo'n soort van vierkante kubus met een paar rare bochten als ik het zelf maak. Want dat is de reden dat ik die berg namaak. Maar op zich vind ik het zelf wel heel vet. Want ik vind het is gewoon echt een glazen berg. Wie heeft er nou ooit een glazen berg gemaakt? What the fuck? Ja, oké. Je kan het misschien een beetje vergelijken met een... Oh, ik heb mijn inventory zit vol. Misschien kan je het een beetje vergelijken met een ijsberg. Dat die berg helemaal onder het ijs zit. Nou, hier is alleen geen berg meer. Dat is het enige verschil. En waarom heb ik nog maar 3 voet? Ik had echt superveel voet. What the fuck? Even kijken, gaan we even snel shit ordenen. Oké, die is weer vol. Die is weer vol. Die is nog steeds vol. Ik heb echt superveel shit. Dus dit begint echt uit de hand te lopen, al die kobbel en shit. Maar ja, ik haal natuurlijk ook een... Oh. Zo van een... Oh. Heb ik hier een aparte kist voor gemaakt? Dat lijkt me wel. Kijk. Ik dacht ervan, ik ben toch wel iemand die daar dan wel een aparte kist voor zou maken. Omdat het anders niet goed komt. En ik had gelijk. Nou, wat ken ik mezelf toch weer goed. Laten we ook even meteen wat eten meenemen, hoeven we daar niet meer voor terug. Dan nemen we deze mee en doen die weer terug. Kijk, zo fixen we dat. En voor de zekerheid neem ik ook meteen wat meer glas mee. Tadaa! Zo, dan nemen we 2 stekjes mee. Je weet maar nooit, misschien moet ik het straks nog verder maken, dus... Op deze manier lijkt het echt alsof het heel oud, alsof het heel klein is. En zo is hij van, boom, super groot. Boom! Geweldig! Ah. Wow, Rodney Power. Yes! We moeten even Rodney Power gebruiken. Zo, we hebben Rodney Power gebruikt. Iedereen is weer helemaal volgepompt met Rodney Powers. Oh yeah. Wat heerlijk. Wat heerlijk. Dat ik even lekker kan genieten van lekker even gamen. Gewoon terwijl er mensen thuis zijn. Maar fuck dat. Die moeten zich aanpassen aan mij. Want hun hebben... Dat is ook leuk. Mensen stormen ondertussen niet meer. Onder opnames, dat gebeurde vroeger nog wel. Daarom moest ik heel vaak video's overnieuw doen. Maar nu niet meer. Omdat ze namelijk weten dat als ze storen en ik kan het niet goed weg editen,
moet ik een nieuwe video maken. En daar hebben hun last van, omdat ze wel eens last hebben van het geluid. Dus ze laten me nu gewoon met rust. In de hoop dat ik zo snel mogelijk klaar ben. Dat klinkt misschien heel erg onaardig. Maar als hun mij storen en dan moet ik een nieuwe video maken, kost mij weer tijd. En daar hebben hun weer last van en dat kost hun weer tijd. Dus als ze mij gewoon even met rust laten, dan kunnen ze gewoon meer genieten van hun rust. Ja, zo zit het eigenlijk wel. Wauw. Wat klinkt dat eigenlijk negatief? Het klinkt best wel negatief op die manier. Van, weet je, ik ben gewoon super episch. En als hun mij... Het klinkt dat zo van, ik ben echt alles en hun moet zich gewoon aanpassen, want dan hebben hun gewoon minder last van mij. Alsof ik echt een terrorist of zoiets ben. What the fuck, god niet. Waarom breng ik dit zo? Het is helemaal niet boos bedoeld namelijk. Dus waarom breng ik het zo ingrijpend? Ik heb het idee dat ik het echt super ingrijpend breng. Het ziet ondertussen al best wel vet uit. Ik heb het idee dat ik iets heel groots aan het uithakken ben. Misschien moet ik ook nog eens een keer gewoon een heel groot soort van quarry gat gaan uithakken. En voor de mensen die niet weten wat een quarry is. Een quarry is een soort van machine in Tekken. Ik speel zelf geen Tekken, maar ik heb het wel eens gezien. Of vaker gezien, want ik kijk ook gewoon andere YouTubers. Ook YouTubers kijken YouTubers. Laat het even zo zeggen. Ik niet dat ik grote YouTuber ben of zoiets, maar dat, ja, nu niet, maar misschien later kijken jullie deze video terug. En heb ik misschien wel iets van dik 30.000 abonnees. En dan zeg ik zo van, ik ben geen grote YouTuber. Maar het gaat om recent, hè? Het gaat om recent. Ik kom er morgen wel een overvloed van abonnees. En dan heb ik opeens dik 1000 abonnees. Dan ben ik wel super blij mee dan natuurlijk. En dan ga ik ook echt dikke shit maken. Ga ik echt meteen gewoon al mijn geld te pakken. Ga ik gewoon money to blow. Nee, grapje. Nee, dat dan weer net niet, Rodney. Maar oké. Okay. Kijk, ik wacht even. Wat ik even moet doen is... Ik had hier iets open gelaten. Hier moet ik even dichtmaken, want ik ga het sowieso vergeten namelijk. Oh, kijk hier. Oké, kijk. Top. Ik weet namelijk dat ik dat ga vergeten. Dat ik dan later denk van... Oh, ik moet daar nog naar boven. Weet je? Van, dat moet ik nog even doen. Dat soort shit. Dat ga ik sowieso vergeten, dus daarom doe ik het even nu. Zo, dus dit gaan we ook even weghalen. Jullie horen helemaal geen geluid. Dat heb ik vorige aflevering ook al uitgelegd. Dat het anders veel te hard en... veel te hard gewoon is. Het is gewoon anders gewoon veel te hard. En het is veel te lawaaierig. Om dit manier hoor je mij gewoon goed. En dat vind ik aangenaam om mezelf goed te horen. En ben ik al aardig op niveau? Even kijken. Oké, nog één laagje. Dus dan moet dit nog even uitgehaald worden. En op die laag kan ik het houden. Want heel veel lager dan dat hoeft het niet. Ja, dat klopt eigenlijk wel. Met een B, als mijn pickaxe een beetje door blijft hakken. Dan krijgen we denk ik deze aflevering binnen het kwartier. Of ja, niet dat ik serieus en niet aan het kwartier van... Oh nee, kwartier, moet stoppen. Nee, het is gewoon dat ik de video's rond een kwartier wil houden. Dan vind ik ze namelijk veel te lang duren. Niet dat het te lang duurt om te maken, want ik wil ze ook best van een uur maken hoor. Maar ik denk dat het voor jullie ook moeilijk is om zo lang naar iemand te luisteren. Maakt misschien niet uit of het een grote YouTuber is of niet. Maar ik denk persoonlijk dat het heel moeilijk is om zo lang naar iemand te luisteren. Ik vind het zelf ook wel moeilijk hoor, om zo lang naar iemand te moeten luisteren. Daarom kijk ik ook eigenlijk geen livestreams. Dat is serieus het punt. Daarom kijk ik geen livestreams. Ik kijk nooit livestreams omdat ik het idee heb. Ik kan niet een uur lang of langer naar iemand luisteren. Dat kan ik gewoon niet. Dat is net als een leraar. Ik kan niet een uur lang naar een leraar luisteren. Ik heb trouwens ook geen kwartier naar een leraar luisteren. Daar niets van. Maar ja. Dat een beetje. Dus ja, kijk, ze komen wel fucking ver, hè. Dit is echt fuck. Ik vind dit zo. Kijk hoe groot dit is. Hoe huge. En dit heb ik gewoon allemaal uitgehakt. En ja. Wauw. Ik ben gewoon deze hele berg aan het wegvagen. Want dit allemaal was gevuld. Alles hier was gevuld. En ik heb het gewoon al bijna allemaal weg. Ik denk dat ik al een derde van die hele fucking berg heb weggemined. Alsof het niks is. We zijn ondertussen ook alweer iets van 111 afleveringen verder ondertussen. Maar toch. Dat ik al zo ver ben. Dat is echt sick voor mij. Wauw. Ik sta er nu eigenlijk pas bij stil wat ik allemaal al gedaan heb. Wow. Ja. Ik sta er bij stil. Hey! Ja, wat een leuke grap. Wat een slechte grap, sorry. Sorry. Moet toch wat bedenken, weet je. Want als je niet wil lachen, ja, weet je, dan is het toch kansloos om dit te kijken. Wat wel leuk is dat de mensen bij mij in huis, dan zo, ik zo, ja... Ze vinden het vast geen probleem als ik het zeg, maar mijn grote broer en mijn stiefzus, mijn zus, hoe je het noemen wil. Die vinden het grappig om mij soms een beetje uit te lachen over dit, of over YouTube. Ik hoop dat jullie dat niet vinden, hoor, maar...
Het is gewoon iets wat thuis wel eens gebeurd. Dus ik kan er zelf ook wel om lachen daarentegen. Niet altijd, maar soms wordt het een beetje vervelend. Dan zeg ik het gewoon. Dan stopt het gewoon of zoiets. Maar ja, geen haat naar hun, zeker niet. Want ze zijn hartstikke aardig als het erop aankomt. Nee, een grapje. Ze zijn gewoon hartstikke aardig en een grapje op zijn tijd moet kunnen, weet je. Dus geen problemen daarmee. Maar die gaan soms al stuk. Die komen soms echt niet meer bij. Die kunnen ook echt niet meer serieus zijn. Als ik zeg van, als ik een nieuwe abonnee bij heb, ze gaan echt neer. Dat vinden ze zo grappig. En ik weet niet waarom eigenlijk, want ik ben er altijd hartstikke blij mee. Ik word altijd hartstikke blij en hun gaan altijd helemaal kapot. Dus hun vinden het op zich ook, hun vinden het toch deels ook wel leuk als ik een nieuwe abonnee bij heb. Wow. Wow, wat? Ik zag serieus daar een name tag. Wat? Huh? Ik zag daar net een name tag, ik zweer het. Even kijken. Oh. Oh, ik kan als tap werkt niet, want er zit dus niemand verder in de wereld, zou je zeggen. Hoi. Oh, dat is mijn shift. Oké, het zal wel. Ik wil het nog heel snel afmaken, want ik heb nu een, ja, je hoort net als het goed is misschien iets van een piepje. En ik zie dit in mijn naam staan in die chat, dat is fucking eng. Maar ja, als het goed is, ja, kijk eens hoe ver dit al is. Oh, er zit daar een random blokje, die ga ik sowieso vergeten anders. Ja, als ik er wanneer ik er niet meer bij kan, ga ik het sowieso vergeten. Of dan ga ik me daar heel erg aan irriteren. En dan haal ik dat weg en dan komt er opeens een skeleton van BOOM! Fuck you! En dan word ik gewoon kaart dood. Maar dat maakt niet uit. Zo, 3, 2, 1. Kijk! En het is gewoon af! Wow! Kijk hoe vet dit is. Dit is zo vet, hè. What the fuck? Ik denk dat ik wel dit nog even even gelijk gaan maken, want anders heb ik van die hele random hoeken en aangezien dit dan een gebruiksruimte wordt, is dat dan niet mooi? Oké, is misschien ook een beetje random. Oké. Kijk, hier heb ik dan helemaal niks aan. Kijk eens hoe vet dit is. Ik ga even dit muurtje ook nog een beetje weghakken, want dan zie je het misschien wel beter. Indien je het nog niet goed zag, gaan we het even een beetje weghalen. Dan heb je er een beetje beeld bij. Als je dat nog niet had, dan ga ik dat even snel voor je creëren. Want ik vind het echt... Ik ben echt heel erg enthousiast over dit. Omdat ik dit zo cool vind. Ik vind het zo mooi. Ik ben er zo blij mee ook, hè. Het is gewoon niet normaal. Wauw. Ik weet niet of je het hoort in mijn stem. Maar ik voel het wel. Ik ben hier zo blij mee. Wauw. Kijken. Ik blijf me verbazen over dat ik dit allemaal heb uitgehakt. En het allemaal met steun van jullie, hè. Dus jullie zijn echt dikke vette bazen. Maar toch, wat is dit? Oh, is niet bij mij, oké. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken in ieder geval. Dus ja, ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken in ieder geval, zoals ik al zei. En ja, wil jij nog iets zeggen? Even kijken, hoor ik het? Jij even met mijn linkeroor luisteren? Met mijn rechteroor luisteren? Volgens mij zegt hij niks. Jammer, in ieder geval, hij heeft dus niks toe te voegen. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken, vriend, een like achter te laten, te reageren en te abonneren. Heel erg bedankt voor de support, heel erg welkom nieuwe kijkers. En ook oude kijkers natuurlijk, als je je welkom voelt. Of je moet je welkom voelen. Dus dan wil ik jullie bedanken voor het kijken en zeg ik bedankt voor het kijken en dag. Laters.